zijn de Heilig Land Stichting, een verticale infiltratieunit, ligt in deze putechels. Dus de afwatering daarna is heel goed. Alleen een goede zandvang in, maar het mag wel gereinigd worden. Want er groeit inmiddels een grasveld omhoog. Dus de afvoer die ziet er op zich wel goed uit. Interessant om te zien is van hoe vol alles nu is. Ja, het is wel erg duidelijk.